De bias die wordt bejaardenproof. Dat meldt het AD deze ochtend. Omdat ook de crimineel vergrijst, wil het kabinet ervoor zorgen dat onze gevangenissen daar beter op zijn ingericht. Minister Weerwind denkt aan rolstoeltoegankelijke cellen. Zonder drempels, ook aan bredere deuren, dus breder dan u ze hier ziet. Liften moeten er komen, hogere bedden en meer gezondheidscontroles. Alles dus om die vergrijzing in de bias beter te lijf te gaan. Volgens de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming is namelijk het aantal ouderen in de cel de laatste 15 jaar verdrievoudigd. Daarbij hoort ook een nieuw ouderenbeleid, vindt ons kabinet. Dat moeten we terug gaan zien in de dagbesteding. Zwaar productiewerk, gevangenen nu moeten doen, dat gaat plek maken voor zinvolle dagbesteding. En dan moet u denken aan het bijhouden van de tuin of creatieve bezigheden. Meneer Knops, u bent de justitiewoordvoerder. Is het een goed voorstel of moeten die bejaarden gewoon... Ja, het is gewoon wat het is. Je zit gewoon gevangen en helaas pindakaas. Ja, dat laatste is zeker het geval. Maar dat neemt niet weg dat je wel moet zorgen dat die mensen daar gewoon op een goede manier kunnen verblijven. En als er aanpassingen nodig zijn, doordat de gemiddelde leeftijd omhoog gaat, ja, dan moet dat gewoon gebeuren. Maar er zijn best wel fikse verbouwingen dan in al die gevangenissen. Ja, die deuren moeten allemaal breder. Dat hoeft natuurlijk niet in alle delen van die gebouwen. Er zullen misschien speciale vleugels komen waar die mensen dan... Bejaardenvleugels. Nou ja, ik weet niet hoe je dat dan gaat noemen, maar dat zou kunnen. En bij het reguliere onderhoud en bij reguliere verbouwingen zullen dit soort maatregelen natuurlijk genomen gaan worden. Want anders wordt het een hele kostbare aangelegenheid. Ja, het is toch belangrijk om dat wel te doen. Frank, de Tweede Kamer dan.